ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, lieve mensen, ik heb hier een spons, kan ik zeggen. Want alle kennis, dat zit gewoon in het hoofd. Ik heb zo'n bijzonder iemand hier naast me zitten. En dank je wel voor je komst. Ik heb hier Michael, die dit fantastische boek heeft geschreven, Ken Uw Recht. En ik heb net al zoveel met Michael gepraat. Ik raak niet uitgepraat, dus we moeten nu wel echt gaan filmen. Want wat een info. Zeg Michael, vertel, hoe kom je erbij? Ja, vrijheid is uw recht. Dat is waar het over gaat, hè? Ja. Ik was een vrij mens ooit. En toen werd er inbreuk gemaakt op mijn recht. En dat voelde niet goed. Ik wist natuurlijk niks van recht. Ik wist alleen dat het niet goed voelde. En dat is ook de manier hoe je kunt weten dat iemand inbreuk maakt op je recht. Het voelt niet goed. Als je je gelukkig voelt, blij voelt en liefde voelt, dan is het oké, maakt niet uit. Maar op het moment dat het niet goed voelt, is het niet goed. En sterker nog, het is strafbaar. En dat wist ik toen allemaal niet. Maar dat het niet goed voelde, was zeker. En toen ben ik me dus gaan verdiepen in vrijheid. Wat is dat? En wat is nu werkelijke vrijheid? Ik leef altijd als een vrij mens. Maar ik bleek in bijzondere omstandigheid te verkeren. Waardoor ik buiten de juridische, bestuurlijke en uitvoerende bevoegdheden van de gemeente leefde. Die konden zich met mij niet bemoeien. Dat deden ze op een zeker moment wel. En toen ben ik recht gaan leren. Want ik ben autodidact, dus ik leer heel snel. Maakt niet uit wat het is. En om mezelf daartegen te kunnen gaan verdedigen, om te begrijpen van hoe kunnen die mensen nou mij dat aandoen en zich zo met mijn leven bemoeien. Want als ik jou ga vertellen wat je moet gaan doen en je gaat straffen als je het niet doet, dan ben je niet een vrij mens, dan ben je een slaaf. Ja, precies. En zo ben ik er dus ook achter gekomen dat wij eigenlijk niet in een democratische rechtsstaat leven, maar in een dwangdictatuur. En ik ben 20 jaar bezig geweest om dat gevecht aan te gaan. En nu de laatste jaren, vooral met die corona natuurlijk, waren er een hoop mensen die ook ineens begrepen van, ja, maar dit kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Officieel kan het niet. En toen ben ik allerlei dingen gaan onderzoeken. Hoe zit het in het recht? Hoe zit het in de wet? Want je hebt natuurlijk je mensenrechten. Maar je hebt ook je burgerrechten en dat zijn twee totaal verschillende rechten. En de meeste mensen begrijpen niet dat mensenrechten geen burgerrechten zijn en burgerrechten geen mensenrechten zijn. Of eigenlijk, ik zou je kunnen stellen dat burgerrechten mensenrechten zijn. Maar je hebt mensenrechten en je hebt burgerrechten. En dat heeft met je naam te maken. Dus als je gaat denken van Willem-Alexander, dat kent iedereen natuurlijk, en zijn moeder Beatrix en Juliana en Wilhelmina. Die mensen die zijn wereldberoemd, iedereen kent ze, maar niemand weet wat hun achternamen zijn. Denk er maar even over na. Hoe heten die mensen van hun achternaam? Misschien weet je er 1 of 2. De ouderen weten misschien nog wat meer. De meesten zeggen of van Oranje of van Nassau. Van Oranje of van Buren. Hè. Maar Willem-Alexander is in ieder geval van Amsberg. Ja. En Beatrix is van Liepen-Biesterveld. Maar die namen die kennen de meeste mensen niet. Dus de voornaam, voornamelijk, is heel erg belangrijk. En dat vind je ook op je geboorteakte terug. Hè? Dus je geboortebewijs. Daar zul je zien dat alleen jouw voornamen daar vermeld staan. Hoewel ik nu in een van iemand een geboorteakte kreeg. Dat was een moderne. Die was net uitgerold. Waar de achternaam op stond. En de voornamen. En dat is raar. Want als je naar je paspoort kijkt, dan zie je om te beginnen staan het Koninkrijk der Nederlanden. Niet de staat der Nederlanden, nee, het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk is iets anders dan de staat. En daarin, als je de pagina omslaat, dan zie je dat de koning aan minister vraagt om andere staten om jouw toegang te verlenen met dat paspoort. Maar als eerste staat daar een dik gedrukte achternaam. Maar het is alleen een achternaam, meer niet. Dat is je persoon. Dat is een personage. Dat is dus een fictie. Dat, ja. dat, de,
de persoon is een burger. En die burger die handelt dus met dat personage als een juridisch instrument in een privaat recht. Niet in publieke mensenrechten, maar in private burgerrechten. En daar zit die achternaam verschil. Dus als je mijn boek kijkt, dan staat er Michael van Leeuwen. Ja. Maar dat is beide namen. Maar het is Michael van Leeuwen. Ik ben dus van de familie van Leeuwen. Want het is een familienaam. En als je dus gaat kijken in het burgerlijk wetboek 1, artikel 1. En dat is 3 keer 1 scheepsrecht, zeg ik altijd. Dat is makkelijk onthouden. Boek 1, titel 1, artikel 1. Daar staat personen- en familierecht. Het zijn twee soorten recht die in dat boek beschreven worden. En personenrecht, dat begint al bij artikel 1. Er staat gewoon dat je bent een vrij mens en bevoegd tot het genot van die burgerrechten. Maar je hoeft geen enkele persoonlijke dienstbaarheid onder welke benaming dan ook te dulden. Dus kijk maar na, zo staat dat daar ook gewoon geschreven. Het woord mens wordt niet genoemd, maar er staat je bent vrij en bevoegd. Dus ja, ik vroeg mij af, hoe word jij nou bevoegd? Weet je hoe je bevoegd wordt? Hoe word ik bevoegd? Door mijn machtiging te geven? Word jij bevoegd? Door jou iemand, zelf een machtiging te geven? Nee, of iemand mij een machtiging geeft? Nou, dat is dus de vraag. Hoe word je bevoegd? Nou, dat vraag ik dan nog terug aan jou. Hoe gaat het? Je wordt bevoegd omdat je geboren wordt. Als een vrij mens op het Koninkrijk der Nederlanden. Koninkrijk is het Verenigd Koninkrijk der Nederlanders, vereniging. Als is vereniging. En dan heb je ook politieke verenigingen. En de gemeentes, dat is de landelijke gemeentes, van vereniging van gemeentes. En Verenigde Naties, het zijn allemaal verenigingen. En altijd mensen in die verenigingen. Die proberen allemaal wat goed te doen. Het probleem is dat onze overheid met die verenigingen eigenlijk alleen maar recht aan het schenden zijn. En we dus geen democratische rechtsstaat meer hebben, maar een dwangdictatuur. En het ergste daarin is dat ze zichzelf hebben vrijgesteld strafbare feiten tegen jou te mogen plegen. Ja, ja, vertelde me in het, sorry dat ik heel veel inhaak. Vertelde me in het begin ook hè, dat ze dus zeg maar verplicht zijn eigenlijk de kinderen. Ja, artikel 26 UVRM. Op het moment dat je scholing krijgt, dan is er dus in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, afgekort UVRM, op artikel 26 is aangegeven dat de naties verplicht zijn om de mensen hun persoonlijke ontwikkeling en hun mensenrechten te leren. De persoonlijke ontwikkeling, dat is dan weer die persoon, dat is dat private recht. En de mensenrechten, dat zijn dan weer je publieke mensenrechten. Maar als je 18 bent, dan krijg je volledige handelsbevoegdheid. En dan ga je dus het privaat recht handelen. Maar je krijgt het niet geleerd. En je krijgt het niet geleerd. En dat heeft wel een reden. Want als je het geleerd zou hebben, dan kunnen ze je niet zo onderdrukken en misbruiken zoals ze dat nu doen. En kunnen we daar iets mee doen, hè? Dat ze het ons niet leren? Kunnen we dat gaan afdwingen? Kunnen we daar iets mee? Ik heb bedacht van, we maken er een boek over. En in artikel 26 staat ook nog dat de ouders bepalen welke scholing die kinderen krijgen. Dus je kunt ook je kinderen gaan vertellen over wat vrijheid is en hoe hun recht in elkaar zit. Mm-hmm. Want de overheid heeft dat verzaakt, bij onze generatie in ieder geval. Het is een smal pad in de wetboeken, want je hebt ook een hiërarchie in het recht. Het hoogste recht is dan je mensenrechten, en dan heb je Europese rechten, en dan heb je het statuut van het koninkrijk, en dan heb je grondrechten, en dan heb je strafrecht, en dan heb je civiel recht, en helemaal onderaan heb je dan bestuursrecht. Nou, dat bestuursrecht is eigenlijk groepjes mensen in verenigingen, die proberen allerlei dingen te regelen, zodat jij wat anders kan gaan doen. Nou is dat op zich best een goed systeem. Totdat zij inbreuk gaan maken op je recht en gaan dwingen dingen te doen die niet in orde zijn. Nou in 2014 hebben de hoogste rechters van Nederland in de Eerste Kamer een debat gehouden over de rechtsstaat, waarin ze aangaven
dat de politiek de democratische rechtsstaat ondermijnt en dat levensgevaarlijk is. Die mensen hebben namelijk, doordat jij ze een machtiging geeft bij dat stemmen, hebben ze gezworen aan de koning en aan de wet en aan de grondwet en alles, dat ze je recht zullen respecteren, en ze doen het niet. En daarop hebben zij een discretionaire bevoegdheid gekregen. Dat is heel anders als jouw bevoegdheid. Jouw bevoegdheid houdt in dat jij vrij bent om te doen en te laten wat je wil. In de vrijheid om dat ook met andere mensen te doen. Totdat de ander zegt, oh, daar houdt je vrijheid op. Dus we kunnen met elkaar alles doen wat we willen, tot één van de twee nee zegt. Nee zeggen is dus heel erg belangrijk. Ik wil dat niet. Want op het moment dat er dan tegen ingegaan wordt, is het strafbaar. Ja. Wordt het strafrecht. Okay. En het is dus eigenlijk heel simpel. Het is niet doden, het is niet stelen, het is niet dwingen, het is niet liegen. En de rest is in welbevinden van een overeenkomst. Dat is makkelijk te onthouden. Omdat je dan kunt zeggen van oké, dat zijn de normen en waarden die ik meegekregen heb in mijn opvoeding. Mm-hmm. Dus daar kun je altijd aan toetsen. Meestal word je gedwongen iets te doen door iemand die zich niet bekend maakt. Een anoniem persoon. Vanuit een rechtspersoon. En een rechtspersoon is fictie, hè? Ja, ze zeggen dus nooit hun naam. Eigenlijk alleen hun functie, hè? Ja. Dat is, nou ja, of, kijk. Ik nooit, bedoel, ik nog meestal. Zelfs met de functie soms niet. Maar op het moment dat iemand, ik zal even naar de wil toe gaan, omdat de wil van de vrijheid en jouw wil iets wel of niet te doen, heel belangrijk is. Op de kleuterschool hebben we dat liedje geleerd, 3 keer 3 is 9 en een ieder zingt zijn eigen lied. Je kent het waarschijnlijk wel, 3 keer 3 is 9, ieder zingt zijn eigen lied. Dat is heel erg belangrijk. Dat is ook het enige wat de overheid je geleerd hebt. Dat is namelijk artikel 33 van Burgerlijk Wetboek 3. Dus boek 3, artikel 33. 3 keer 3 is 9. Ieder zingt zijn eigen lied. Okay. Daar staat dat een rechtshandeling met rechtsgevolgen alleen maar tot stand gebracht kan worden door de wilsverklaring. Dus jij verklaart je wil dat je dat wil. Als je dat niet doet, kan het niet gebeuren. Extreem voorbeeld. Een man die gaat naar een of andere SM-dame toe en die laat zich met een zweep slaan en mishandelen en dat soort dingen. Dat zou, als hij dat niet zou willen, heel erg strafbaar zijn. Maar omdat hij het wil, het is privé en hij stapt in dat private recht, mag het. Zijn dat dan de mazen van de wet? Of hoe noem je dat anders? Het verschil tussen goed en kwaad is wanneer jij iets niet wil en het je wordt je toch aangedaan, is het kwaad. Mm-hmm, precies. Maar als, het je schaadt. Als jij het wel wil, mm-hmm, kan een ander het nog steeds als kwaad zien. Ja. Terwijl het eigenlijk geen kwaad is, mm-hmm, want je wil dat. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik had in het voorgesprek al aangegeven over die man die zichzelf liet opeten. Ja, dat vertelde het verhaal eens. Dat is een extreem geval in Frankrijk. Dat iemand die wilde iemand opeten, die had een advertentie gezet. En toen is er iemand die heeft zich aangemeld en die heeft gezegd van, nou ja, dat wil ik wel. En die hebben dat ook gemaild en er schijnen ook video's te zijn en dat soort dingen. Maar hoe constateer je dat iemand dat achteraf wilde? Nou ja, doordat het al bewijs er was. En als je als rechter daar naartoe moet kijken van, ja, hoe krankzinnig is dat, dat iemand dat wil? Dat zou je niet, die moet niet goed bij zijn hoofd geweest zijn, maar hij is dood, daar kan je niet meer nagaan. Nee. Dus die man is dan wel veroordeeld voor cannibalisme. Omdat dat in Frankrijk kennelijk strafbaar is. Maar in Nederland is cannibalisme kennelijk niet strafbaar. Hebben we net uitgezocht. Ja. Ja. Alleen, je mag niet snijden in mensen. Dan is het wel zonder medische oorzaak. Maar je mag wel iemand oppeuzelen. Ja, dus nou door een dokter moet je het eerst eraf laten snijden en dan mag jij het opeten. Dan heb je mensen die eten hun eigen nagels en dat soort dingen. Dus je mag wel kennelijk van jezelf eten. Maar ja, het is gewoon te zot geworden, ja. Maar goed, dus de wil is in dat private recht en ook in het publieke recht heel erg belangrijk. Want alleen de wil maakt ons vrij. In die vrijheid is de wil de grens van die vrijheid.
Maakt niet uit hoe gek het is dat je het doen wil. Als je met een hele groep mensen naakt door het oerwoud wil rennen, prima. Maar je kan niet iemand dwingen mee te doen die niet mee wil doen. Precies, want dan is het strafbaar. Dan is het strafbaar. Ja. Want dwang is strafbaar. Ja. En dwang is voor de overheid, voor een ambtenaar, 365 dagen per jaar strafbaar. Dus dat vind je onder artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht. 365 dagen, artikel 365. En hoe zit dat dan als je dan zeg maar van de rechter bijvoorbeeld een dwangbevel krijgt? Van de rechter een dwangbevel krijgt? Ja, of van de politie. Wie geeft zo'n dwangbevel? Ik heb nog nooit een dwangbevel gehad. Dus ja, wie beveelt mij? Ja. Dat is dus de vraag die je stelt moet. Kijk, je kunt een verbintenis hebben. En er zijn altijd twee vragen die je even af moet vragen op het moment dat iemand je benadert. Dan kun je die vraag stellen en zeg je gewoon, heeft u een machtiging inbreuk te maken op mijn recht? Zo ja, dan wil ik die machtiging even zien. En dan moet die juist gejuridiceerd zijn met naam en handtekening van degene van wie u die machtiging hebt gekregen. De machtiging is een akte en een akte is altijd een handtekening eronder in natte inkt. Net zo goed als dat jij gaat stemmen, moet je ook je handtekening zetten. Want je geeft iemand anders een volmacht om namens jou te handelen. Maar die ander heeft gezworen aan de wet en toestanden dat hij zich aan de wet zou houden. In dat vertrouwen heb jij die machtiging gegeven. Maar hij schendt discretionaire bevoegdheid die hij gekregen hebt. Want die bevoegdheid die heb je onder de discretie dat hij dus werkelijk zich aan de wet zal houden. Op het moment dat die andere mensen hun rechten gaat schenden uit jouw naam. Dan is de vervalt die machtiging direct. Maar absoluut niet mogelijk. Dus de vraag was, hoe kwamen we aan? Met een dwangbevel. Een dwangbevel. Iemand die stuurt een dwangbevel. We hebben dus nu een rechtszaak gedaan om te vragen van waar is die machtiging uit naam der koning? Heeft u een machtiging van de koning om uit zijn naam een dwangbevel uit te schrijven? Ik heb er nog nooit een gezien, een machtiging. En ik vraag er al een heleboel jaar om. Hè? Ik vraag ook om de vraag van, hebben wij op welke manier denkbaar ook een overeenkomst die een afdwingbaar recht tot stand heeft gebracht, waardoor ik geen vrijheid meer heb? Want ik ben me niet bewust dat ik dat gedaan heb. Ja? Dus ik wil graag weten van u, die inbreuk maakt op mijn recht, heeft u die machtiging? Of hebben wij op welke manier dan ook een overeenkomst waar ik me niet van bewust ben? Dat zijn de eerste vragen die je kunt stellen. Daar is ook een artikel voor. Mm-hmm. Artikel 21 van het wetboek rechtsvordering. Dus dan kun je een recht vorderen. Je vordert namelijk naar waarheid vragen waarin je vast kunt stellen of die andere een recht heeft ten opzichte van het recht wat jij hebt. Of die met elkaar in conflict zijn. Dat is de enige manier om erachter te komen dat je dus een conflict hebt. Mm-hmm. Om uit te zoeken, is het een conflict of heb ik een fout gemaakt? Mm-hmm. Mm-hmm. En om zeker te gaan dat je geen fout hebt gemaakt, ga je die vraag stellen. Ja. Als ze niet antwoorden met die vragen, wordt het strafbaar. Want valselijke opmaken in geschriften is wat ze altijd plegen. Met die valselijke opmaken in geschriften handelen is wat ze altijd doen. In anonimiteit handelen is wat ze altijd doen. En dat is artikel 225, 226, 227 strafrecht. En daarna heb je 227a en 227b. En die zijn degene die je gaat gebruiken op die 21 rechtsvordering. Want ze moeten naar waarheid informatie aanleveren. En in 227a en 227b strafrecht staat ook dat ze strafbaar zijn als ze het niet doen. Want jij moet je recht kunnen vaststellen. En omdat we dat allemaal niet weten, en natuurlijk nog veel meer, hebben we zoiets van, hoe gaan we mensen nou leren hoe je zakelijk moet handelen en hoe je kunt voorkomen dat je dus in zaken terechtkomt, in een contract terechtkomt waar je niet in wilt zitten. En hoe kom je eruit? Dat is natuurlijk het volgende. Dus nou ja, daar hebben we in ieder geval het boek voor geschreven. En dat is overal te koop. Dus dat kun je gewoon in elke boekwinkel kun je dat bestellen. Super interessant. Dat gaat er vooral natuurlijk over. Hè? Als de overheid natuurlijk die verplicht is eigenlijk om de kinderen dit te leren. Hè? Of in ieder geval je recht te kennen. En dat niet doet. Dan hebben we hier dus Michael die dat dus wel
voor jong en oud doet. Het boek bouwt een beetje op in hoofdstukken, dus het is niet zo heel erg moeilijk. Het is in vrij simpele taal ook geschreven allemaal. Dus we zullen bijvoorbeeld niet hele verhalen inhalen. Dat als je het technisch, biologisch, socialistisch, economisch, programmatisch, pragmatisch bekijkt, zoals het SCL vormgeven, het orthopedische geval, zo versterkt fascistische achtergronden hebben. Dat soort teksten komen er dus niet in voor. Dus je kunt het in normale taal gewoon lezen. Gelukkig maar. En het bouwt zich op. Maar er staan ook een heleboel waarschuwingen in, waarvoor je op moet passen. Want je hebt met een misdaadorganisatie te maken. De overheid heeft zich gewoon vrijgesteld van misdrijven. En dat kun je allemaal nakijken. De besluiten die daarop genomen zijn, staan in het boek. Kun je zo nakijken op internet. Alle linken die daarmee gelinkt zijn, staan op het internet. Er is ook een rapport over geschreven door de overheid zelf, Rijksoverheid. Door de allerhoogste rechter-generaal van de Hoge Raad. Je hebt een rapport geschreven, niet boven, maar in de wet. Dus als je intikt op Google, niet boven, maar in de wet, heb je meteen dat rapport, 148 pagina's, kun je lekker lezen. Staat ook in het boek, een stukje waar het over gaat, link er naartoe. Want als ik alles wat wij bespreken in dat boek en waar ik naar verwijs in het boek had moeten schrijven, het is zo dik geweest. Dus hij is nu maar zo en dan is hij ook betaalbaar. In simpele woorden, ja. En je kunt op internet kun je dan alles nog nakijken wat je dan hebben wil. Ja. Wat heel erg belangrijk is, is dus te weten dat je je mensenrechten hebt. En in je mensenrechten staan ook de rechten als persoon. En het leuke is, dat staat op artikel 3. Dus artikel 3 van je UVR mensenrechten zegt dat het jouw persoon is. Het is zijn persoon, staat er. Dat betekent dat het jouw persoon is. Het is niet van de overheid. Mag ik in dit boek of gewoon in het wetboek? In het wetboek, maar ik denk dat ik hier, dat wordt ook allemaal in het boek verteld. Waar kunnen we dat wetboek inzien? Is dat gewoon online te bekijken? Ja, of linken staan er gewoon in. Je kunt okay. Gewoon intikken. Als je bijvoorbeeld intikt ART. 365 en je zet erachter SR, strafrecht, dan gooit hij automatisch naar een wetboek toe. Als je een artikel intikt volgens het artikelnummer, wat er ook in staat, dan brengt hij automatisch naar een van de wetboeken, dus een heleboel wetboeken. Je kunt in verschillende wetboeken kun je het nakijken, er zijn digitale wetboeken. Waarom zijn er verschillende eigenlijk? Vraag me af, want er is toch maar één wetboek? Jawel, maar er zijn verschillende organisaties die dat dan publiceren. Oké, maar het is wel hetzelfde wetboek. Dus niet net als de Bijbel, 40 verschillende Bijbels, maar dan wel een soort hetzelfde tekst. Nee, het kan zijn dat de ene wat achterloopt en de ander niet op de juiste artikelen bijgevuld wordt. Als je op wettenonline.nl, dat is van de overheid, nou, dat is dus dat heb ik wel gemerkt. Dat loopt ook niet echt altijd synchroon. Artikel 17 van de grondwet was laatst aangepast. Mm-hmm. Waarin wij het recht hebben gekregen. Ja, je gelooft het niet hoor, echt waar. Mm-hmm. Op een eerlijke rechtszaak met een onafhankelijke rechter. Staat nu in de grondwet. Maar ja, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus ja, weet je, die grondwet. Hè? Ik zeg ook wel eens iets in zo'n rechtszaak. Dan zegt zo'n rechter, ik mag niet aan de grondwet toetsen. En dan vraag ik altijd, hoe weet u dat u niet aan de grondwet mag toetsen? En dan zegt hij, ja, dat staat in artikel 120 van de grondwet. Ik zeg, dus u toetst aan de grondwet om te toetsen dat u niet aan de grondwet mag toetsen. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus het niet wordt, begrijpen. Het laat je niet helemaal gek maken. De grondwet, die is er gewoon. Maar er zijn verschillende rechters die dus niet aan de grondwet mogen toetsen. Hoe ben jij hierin terechtgekomen? Omdat ik rechtszaken ging doen en ik snapte het niet. Nee, en hoe kwam je in die rechtszaken? Wat ja, ik moest wel. Ik moest alleen de belasting gaan betalen. Nou, wat gek! Ja, ik heb er iets van, wat is dit nu? We moeten allemaal een rechtszaak gaan beginnen. Ik denk, nou, dat kan niet waar zijn. Dus ja, ik werd ineens geconfronteerd met gemeentelijke belastingen en dat soort dingen. Met terugwerkende kracht zelfs. Moest ineens 15.000 euro betalen of zo. Nou, ik had zoiets van, ja, wat is dit nu? Ja.
Dus, en ze ging zich met mijn leven bemoeien, dus ik ging rechtszaken voor. Ik denk, kan niet zo zijn. Nee. Dus ik ben naar zijn rechter gegaan. En ja, weet jij, weet ik veel. Ik ga gewoon naar die rechter. Er stond in zo'n brief. Je kunt bezwaar maken. Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik heb bezwaar gemaakt. En toen werd mijn bezwaar afgewezen. En toen stond er, u kunt een rechtszaak indienen bij die en die rechtbank en dat adres. Dus dat heb ik gedaan. Nou, laat ik even van tevoren nu iets vertellen. Ga nooit doen wat zij zeggen dat je doen moet. Doe nooit een bezwaar maken. Ga nooit een klacht indienen. Stuur altijd een juridische verklaring. Met een 21 rechtsvordering vraag. Oké, okay, waarom? Omdat, en dat leg ik ook uit in het boek, en dat is misschien een beetje moeilijk, dat is de formele rechtskracht. Ze hebben namelijk bedacht dat als jij geen bezwaar maakt ergens toe, ook al is het onrechtmatig, dan krijgt dat formele rechtskracht en dan mag het dus kennelijk, ook al is het onrechtmatig. Hè? Dus ja. Als jij ergens niet mee eens bent en je maakt bezwaar? Nee, je maakt geen bezwaar. Oh. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld hierin staan, de brand in het hemeltje, de aardbevingsschade in Groningen en vuurwerkramp Enschede. Mm. Dat zijn vergunningen die waren daarvoor afgegeven. Nou zijn er mensen die hebben schade. Hè? Ik bedoel, half Enschede blaast iets op. Of, ja, mensen hebben schade in met die huizen in Groningen. Ja. Maar het gas is van het volk. Het is een bedrijf die dat uit de grond haalt. En het bedrijf is dus aansprakelijk voor die schade. En zegt het bedrijf, ja, sorry, ik heb vergunning. Ik heb maar voor de gemeente. Mm-hmm. Ja. En dan ga je naar de gemeente of naar de overheid. En dan zeg je van, ik heb schade. Mm-hmm. En dan zegt de overheid, had u bezwaar gemaakt tegen die vergunning? Oh, dat heeft u niet gedaan. Ja, maar dan heeft u stilzwijgend toegestemd. Dan krijgt u geen schade. En daar is het Hoge Raad uitspraken en alles zit erin, in het boek. Want ik verwijs heel veel naar Hoge Raad uitspraken in dat soort gevallen. Dus is niemand waarom dat zo is. Nee, dan heb je gewoon pech gehad. Nou zijn ze wat soepeler geworden, omdat kennelijk in de jaren 50 ook mensen die in Groningen wonen nog niet geboren waren, dus ook geen bezwaar hadden kunnen maken. Maar het beste is om geen bezwaar te maken. Het beste is om hun rechtshandeling, als het inbreuk maakt op je recht, te vernietigen. Dus je gaat de vernietiging uit, omdat het onrechtmatig is, van hem, omdat het een strafrechtelijk feit is, als je dat constateert. Ik begin het te snappen, ja, ik snap hem. En een strafrechtelijk feit is van rechtswege nietig, want de wet geldt voor iedereen. Artikel 2 van het wetboek van strafrecht zegt ook, een ieder die een strafbaar feit begaat in Nederland, wordt daarvoor gestraft. En niet alleen artikel 2, van artikel 1 tot artikel 8h gaat het allemaal over wat er allemaal strafbaar is. En dan op de een of andere manier schijnen die mensen in de politiek niet strafbaar te zijn. Dat hebben ze zelf bepaald. En, die zijn niet te vervolgen? Nee, want het probleem is dat als ik tegen jou zeg, vervolg jij jezelf eventjes, want je begaat strafbare feiten tegen me, zet jezelf even voor de rechter. Denk je dat het gebeurt dan? Nee, maar als een ander dat doet, kan je niet, ik zeg maar, nou ja. Nou, wie moet het doen dan? Oké, okay, maar stel, ik ben het niet mee eens. Rutte heeft van alles en nog wat gedaan. Ja. Ik ben het niet mee eens. En ik sleep hem voor de rechter, want ik ben het niet mee eens wat hij gedaan heeft. Maar hoe ga je hem voor de rechter slepen dan? Nou, hetzelfde zoals je met alle zaken doet, hè? Ja, maar dan moet je dus aangifte doen. Oh, en die willen ze niet aannemen? En die nemen ze niet aan. Terwijl ze wel verplicht zijn om het aan te nemen. Want in het wetboek voor strafvordering heb je artikel 162 tot 165. Staat alles over de verwerking van een aangifte en dat ze verplicht zijn die aangifte aan te nemen. Maar je hoeft toch niet alleen maar door middel van een aangifte een rechtszaak te starten? Nou ja, als je een strafrechtelijke, een strafrechtelijke rechtszaak wil beginnen, kan je niet. Oh, dan moet wel aangifte. Ja, dat moet via het Openbaar Ministerie. Oké, okay, maar als het bestuursachtige dingen zijn, dan niet? Nee, dan kun je gewoon zelf naar de rechter stappen. Ja, ja? Oké. Okay. Goed om te weten. Ja. Maar in dat bestuursrecht moet je niet zijn. Staat ook in het boek. Ik heb geleerd van professor Tak. En die heeft zulke dikke boeken erover geschreven. Maar een burger in het bestuursrecht is absoluut kansloos. Absoluut kansloos. Okay. In sommige gevallen wil je nog wel eens gelijk krijgen. Ik heb ook nog wel eens gelijk gekregen bij de Raad van State.
En dan kreeg ik me gelijk en dan begon de gemeente weer wat anders. En dan zei ik van, hallo, uitspraak van de Raad van State is tot de hoogste bestuursrechter. En dan trok ze schouders op en zegt, ja, weet je, het is maar een advies, daar hoeven we ons niet aan te houden. En ik heb klachten ingediend bij de ombudsman. En dan schrijft de ombudsman op elk denkbaar punt onbehoorlijk bestuur en schendingen van de fair play beginselen. Nou, erger kun je het niet maken. Dat is echt het ergste wat je kan doen. Nou, dan gaat de televisie, die gaat, nou ja, dat zijn eigenlijk strafbare feiten. Mm-hmm. Ja? Ja, want dat is het onbehoorlijke bestuur. Mm-hmm. En schendingen van de fair play beginselen zit in het privaatrecht waar eerlijk spel gespeeld dient te worden. Mm-hmm. En dan proberen ze je daar ook uit je recht te halen. Mm. En dan gaat er een televisiestation, die gaat naar zijn wethouder toe en die zegt, nou, is niet zo mooi, hè, meneer. Slechter kunt u het niet krijgen. Mm-hmm. Nou, tegen zijn wethouder schouders op zit hij, ach ja, dat zijn woorden. Dus het is heel vervelend om dus die mensen ter verantwoording te roepen. Maar dus je wil een aangifte gaan doen bij de politie. En dan, tegen Rutte. Maar die nemen ze dus niet aan. Nee. Hebben jullie dat geprobeerd? Ja. En wat doen ze dan? Nemen ze niet aan. En dan zeg ik tegen de politieagent, sorry meneer, dat was je niet tegen Rutte in dat geval, maar ik wilde inderdaad aangifte doen tegen een wethouder. Ook wethouders doen ze niet? Nee. Deurwaarders niet, wethouders niet, alles wat voor de overheid werkt niet. Oh. Sommige politieagenten wel, want je hebt integere politieagenten, mm-hmm, die de wet wel kennen. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk agenten die hebben zoiets van... Maar sommige agenten worden ook voor de rechter gesleept. Ja. Want dat nemen ze dan wel aan. Ja, want als die agenten iets doen tegen de overheid, dan worden ze wel voor de rechter gezet. Een wethouder die corrupt is en geld zit te schaken, mm-hmm, die wordt ook voor de rechter gezet. Ja. Als ze hem kwijt willen. Want als ze hem niet kwijt willen en ze hebben hem onder de duim of wat dan ook, ja, dan wordt hij gepromoveerd naar een hogere positie. Ja. Want dan is hij namelijk chanteerbaar. Oké. Maar hoe iets uitleggen over even, politie. Ja. Als je op internet intikt synoniem van vals, dan krijg je het woordenboek van synoniemen. En vals, de synoniemen van vals, dat is een behoorlijke lijst. Maar dan vind je ook sluw, duivels geraffineerd, uitgekookt, verraderlijk, politiek. Dus dan weet je ook meteen, politiek staat onder vals gedefinieerd in het woordenboek onder synoniemen. Nou, als je dat al weet, hoe kun je nou vertrouwen hebben in politiek? Mm. Huh? Nou, dat had ik dus ook beslist allemaal niet meer. En dan ga je die rechtszaken voeren. Nou, op een zeker moment had ik een rechtszaak gedaan. En ik werd in mijn ongelijk gesteld, dus ik ga in hoger beroep. En daar werd ik ook in mijn ongelijk gesteld, dus ik ging naar de Hoge Raad. En daar kreeg ik een vreemde uitspraak. Dan kreeg ik een uitspraak, artikel 81a, geloof ik. En dat houdt in dat ze je dus niet ontvankelijk verklaren, maar ze hoeven geen reden op te geven waarom niet. Ik zei, wat is dit nou? Maar ik was zo boos, dus ik ging naar het Europees Hof. Ik denk, ik ga naar het Europees Mensenrechtenhof. Ja. Ik wist nog niet zoveel, dus ik dacht van, ik had er wel van gehoord. Ik denk, ga het doen. Dus ik had alles volgens de regeltjes gedaan, zoals ze het geschreven hadden. En word ik ook niet ontvankelijk verklaard. Ook op een of andere artikel, dan weet ik het artikel niet meer aan mijn hoofd. Over belasting. Oké. En toen stond er in dat artikel dat alleen mensen hebben mensenrechten. En die kunnen dan procederen. En toen dacht ik, ben ik geen mens, hè? Ja, precies. Hoe kan dat nou? Ze zeggen dat gewoon in your face. Ja, alleen mensen hebben mensenrechten. Daarvoor werd ik niet ontvankelijk verklaard. Oh. Ik denk, hoe kan dat dan? Ja, dat is niet te begrijpen, toch? Nee. Ik had er nog keurig onder gezet. Meneer achternaam, met een handtekening. Toen kwam je er natuurlijk achter dat er zoveel verschillende dingen waren. Toen begon ik erachter te komen dat er een verschil was tussen die voornaam en die achternaam. Ja. En hoe heb je dat ontdekt? Omdat met mijn geboorte ook wat fout gegaan was. Ja, in mijn hele leven is het fout gegaan. Ja, maar dat hebben wij nu allemaal wat aan. Dat bij jou alles fout is gegaan. Mijn persoon heb ik eigenlijk pas gekregen toen ik 10 jaar oud was of zo. Pas aangifte gedaan of zo? Toen ik geboren werd, mijn vader was er niet bij. En mijn moeder kon niks. En toen heeft een of andere zuster, die heeft aangifte gedaan. Nou,
En op mijn geboortebewijs staat dus ook inderdaad Michael. Maar geen vader en alleen een moeder. Maar als je op dat geboortebewijs kijkt, zie je geen achternaam staan. En toen is bij koninklijk besluit. Dat is bijzonder, denk ik. Hè? Later is er dus die achternaam gekomen. En dan heb ik dus dat koninklijk besluit opgevraagd. En dat willen ze niet geven. Toen zei ze van ja, alleen als er een hele belangrijke reden is, dan kunt u dat krijgen. Ik zeg nou, het is van mij. Het gaat over mij. Ja. En wat is er belangrijker dan dat? Ja, precies. Ja, dat vonden hun niet belangrijk genoeg. Maar waarom zou je dat niet mogen hebben? En heb je tot de dag van vandaag nog niet? Dan heb ik weer een rechtszaak gaan voeren. Ik heb al zoveel tijd. Ja, nou, je hebt wel een hoop leerschool gehad. Jezus, mina zeg. Maar je moet dus eerst weten van in welke rechtspositie ga ik staan voordat ik wat ga doen. En als je dus bij die bestuursrechter terechtkomt, dan ga je een rondje rond de kerk draaien iedere keer. Want ook al krijg je gelijk van die bestuursrechter en zet hij een streep door het besluit van die ambtenaren. Voordat jij thuis terug bent, hebben hun precies datzelfde besluit genomen met twee andere regels. En dan ga je hup, weer in die malle malen. Ja. Nou, dat heb ik 20 jaar gezeten. Dus weer daarvan geen bezwaar maken. Geen klacht, dus zet er ook boven. Dit is een juridische verklaring. Dit is geen bezwaar. Dit is geen klacht. En ga dan uitleggen waarom je van mening bent. En verklaar die juridische wetsartikelen. Ja, gelijk handig. Bij de wet pakken. Het boek heeft op hoofdstuk 17 een aantal juridische brieven. Voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken. Ik waarschuw wel, ga ze niet gebruiken zonder dat je begrepen hebt wat er allemaal in dat boek staat. Zonder dat je het nagekeken hebt. Zonder dat je uitgezocht hebt hoe je die procedures moet doen bij de rechtbank. Want het staat allemaal online. Kun je allemaal online vinden. Hoe doe ik een civiele procedure? Boom, krijg je zelf uitleg van de rechtbank hoe je dat moet doen. Weet je? Maar weet wel hoe je het moet doen. Want wat ik heel veel vragen krijg. Ja, ik heb een brief gestuurd. En nou heb ik een brief teruggekregen en wat moet ik nou doen? Dan heb ik zoiets van, heb je het boek niet gelezen of zo? Het probleem is, 10.000 mensen vragen dat aan me. Ik ben maar een mens alleen. Hè? Dat is waarom ik het boek heb geschreven. Ja. Dat is waarom ik video's heb gemaakt. Je kunt online die video's gaan bekijken. Want je kan ze niet allemaal het woord staan. Natuurlijk. Ik kan niet iedereen in de hand houden en ze helemaal door alle procedures heen gaan leiden. Want die tijd heb ik niet. Nee. Ik ben behalve alles oud en ik wou er wel mee stoppen over 4 jaar. Ja, maar het is ingewikkelde stof. Het is echt ingewikkelde stof. Ik heb het boek natuurlijk nog niet gelezen. Ik heb het net van jou gekregen. Ik ga het absoluut lezen. Ik begrijp sommige mensen wel. Die zitten zo in dat probleem. Ja, waardoor ze dus niet meer zuiver of helder kunnen nadenken. En niet opslaan, hè? Het is angst. Op het moment dat je in de angst schiet, dan kun je niet meer goed nadenken. Dus ga het niet proberen te doen op het moment dat je een probleem hebt. Nee, ik heb beter niet. Want dan los je het niet op. Probeer die problemen die je hebt gewoon nu op te lossen met de middelen die je hebt. Mm-hmm. En ga dan kijken van hoe ga ik het de volgende keer aanpakken om niet in die problemen te komen. Mm-hmm. Hè? Ga niet luisteren naar die bullshit verhalen op internet over van ja, woningbouwverenigingen zijn ambies en de overheid is ook een ambie. Algemeen nut bedoelde instelling. Mm-hmm. Hetzelfde als de dierenbescherming en dat soort dingen. Daar kun je schenkingen aan doen. Ja. Belasting is dus ook een schenking. Hè? Een gift, een aangifte. Totdat je een verbintenis hebt. Want op het moment dat je een verbintenis hebt, artikel 5 van Burgerlijk Wetboek 6, dan kun je teruglezen. Eigenlijk moet je eerst 3 lezen. Artikel 3 zegt, natuurlijke verbintenissen zijn in rechten niet afdwingbaar. Mm-hmm. Dus die kunnen niet afgedwongen worden. Maar overeenkomsten zijn wel afdwingbaar. Dus op het moment dat je een overeenkomst aangaat met de Belastingdienst, of je gaat een overeenkomst aan met de dierenbescherming, dan heb je een afdwingbaar recht. Dus als ik zeg tegen de dierenbescherming, makkelijker, belasting. De dierenbescherming wil 3 euro per maand hebben voor hun goede doel. Nou, prima, dan geef ik ze een automatische machtiging. Mogen ze een jaar lang 3 euro van mijn rekening halen en elke maand weer. Maar als ik dat stop en ik betaal dat niet, dan kunnen ze mij voor de rechter zetten, want ik heb een overeenkomst afgesloten waarin ik ze dat beloofd heb. En belofte maakt schuld.
Ja. Dat kennen we allemaal, en dat toch? Kun je dan niet zo makkelijk breken? Door omstandigheden. Er zit nog een andere brief in. En anders vind je op vrijheidsrechten.nl vind je ook nog wel brieven in de blogposten. Dus hier staan ook brieven in die je dan kan gebruiken om terug te schrijven? Ja. Oh, wat goed. Voorbeeldbrieven. Wat goed. Staat wel, in hoofdstuk 17 heb ik ook wel de waarschuwing staan voordat je de brief gaat gebruiken. Mm-hmm. Het zijn vrij ingewikkelde brieven met allemaal wetsartikelen die erin staan. Mm-hmm. Waarin je je recht verklaart. Mm-hmm. En waarin je hun vraagt hun recht te verklaren. Mm-hmm. Waar ze een plicht toe hebben om dat te doen. Mm-hmm. Als ze het niet doen, dan kun je ze dus in verzuim plaatsen. Dus als je een deurwaarder hebt die een vordering komt halen waarvan jij van mening bent dat het geen rechtmatige vordering is. Mm-hmm. Omdat jij degene die de schuldeiser is niet kent. En dus artikel 37 van boek 6 is een schuldeisersvraag. Wie is mijn schuldeiser? Die vraag mag je stellen en dan moet de ander moet aangeven wie de schuldeiser is. Als hij dat niet kan, dan plaats je zo'n deurwaarde, die plaats je in verzuim. Die verzuimartikelen staan ook allemaal in het boek, maar ook allemaal in dat wetboek 6. In de natuur ook, 3, 6, 9 zijn heel belangrijke getallen. Ja, dat is numerologie ook, hè? En dus denk 3, 6, 9. 3 keer 3 is 9. Ja? Heel belangrijk. Ja. Daar zit een bepaalde structuur in die belangrijk is. Want dat is het pad wat je moet volgen. Artikel 3 van je mensenrechten zegt dat het jouw persoon is. Artikel 6 van de mensenrechten zegt dat jij ook het recht hebt om daarmee te handelen. En hun proberen iets anders. Ze hebben allerlei trucken, misleiding en dat soort zaken. Dat is vals eigenlijk allemaal. Ja. Wat is dit toch voor wereld, joh? Nou. Echt slaven? Ze willen je gewoon als slaaf houden. Maar waarom hebben ze überhaupt dan een wetboek? Niet volgen. Dat is om zichzelf daarmee te gebruiken zoals hun dat willen. Omdat jij niet weet dat... Ik heb als met mensen, dat zeg ik van... Je moet niet gaan stemmen, maar als je niet stemt... Ja, dan moet je ook even aangeven dat je niet gaat stemmen. Mm-hmm. Ja? Ja. Ja. Dat heb ik zeker met zo'n brief gebruikt. Zo, die heb ik boven gezet. En met grote letters. Opzeggen, machtiging, besturen. Ik zeg, Jeroen, wat doe jij nou? Mm-hmm. Ah, ze dus toch besturen? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Je geeft geen machtiging om te besturen. Je geeft de machtiging om te vertegenwoordigen. Mm-hmm. Die verenigingen, die hebben hun leden... En die kiezen als lid binnen die vereniging zelf hun bestuur. Dat doe jij niet van buiten die vereniging. Toen kreeg ik dus ook die briefjes weer terug van Kuiken. Ja. Van, ja. Ja. Klopt niet. Want, ja. En maar wat goed, moet je dan wel zetten? Dus je moet dus... Dat je dus stelt van ik wens niet vertegenwoordigd te worden door een misdaadorganisatie. En ik wens mij eigenlijk niet schuldig te maken. Artikel 140 strafrecht.